Welkom! Welkom terug jongens, zitten jullie hier nog steeds? Ja, bij update nummer 46. Ja. Nummer 45 is al even geleden. Ja, zeker een weekje of 4, denk ik. Denk ik ook wel. En ook tijdens de vakantie zijn er uiteraard nieuwe dingetjes binnengekomen. Maar omdat wij zelf ook vakantie gehad hebben, ja, hebben we natuurlijk niet de hele tijd... René meer als ik. Ja, tuurlijk. Uiteraard. Dus ik heb me 3 weken niet bezig gehouden met goochelen. Dat is gewoon zo. Ja. Dat wou ik ook wel een keer ooit. Ja, dat is ook wel heel lekker eigenlijk. Dat kan ik me voorstellen. Dus voor mij is alles gewoon ook, nou, bijna alles gewoon echt ook heel nieuw. Mm-hmm. Maar voor mij dus je weet eigenlijk zelf hoe nieuw het werkt. Nou, niet van alles, nee. Dat is gewoon zo. Okay. Dus we gaan wel pogen, want we willen natuurlijk een update doen. Ja. Om jullie toch ook de nieuwste dingen te laten zien. Mm-hmm. Wat ik denk wel een goed idee is. Okay. En wat vertellen over andere dingetjes. Om te beginnen. Ik ben benieuwd. Om te beginnen. Heb ik dit. Oké. Okay. Een biljet van 10 euro. Nou, bedankt. Nou, alsjeblieft. Ten tweede. Oké. Okay. Elk bankbiljet heeft een serienummer. Ja. Een uniek serienummer, waarvan er maar eentje is. Heb jij toevallig een stift misschien of een stukje papier? Voor de een stift en een stukje papier. Dan mag je even het serienummer overschrijven. Ik zal het hardop noemen. EA. Ah. 276. 276. 111. 111. 0847. 0847. Kijk. Weet je wat? Schrijf ook even iets op een biljet, dat je het biljet kunt herkennen. Zometeen. Iets unieks. Ja. Kijk, want laat ik nu iets op een biljet schrijven. Maar ja, dat zou ik kunnen vragen om dat op meerdere biljetten te doen. En dan zou je een hele gave truc kunnen doen. Maar dan... zou je stiekem 2 biljetten kunnen gebruiken? Ja, zou je met een nagemaakt biljet kunnen werken? Vandaar dat wij het serienummer ook hebben opgeschreven. Ik zal het even onderleggen, kun je het laten zien ook. Dat we dit serienummer overeenkomt met het serienummer op het biljet. Oftewel, we hebben maar 1 biljet wat er zo uitziet. Ja. Dat is even belangrijk. Precies. Het serienummer leggen we hier neer. Ik leg de stift erop. Ja. Dan gaat het nu wegwaaien. Je moet zo meteen een andere storm opsteken. We nemen een doek. Willekeurig doek overigens. Mm-hmm. Elke doek zijn. Ik zal het laten zien ook voor de mensen die daar aan twijfelen. Ja. Pak de puntjes even bij elkaar. Het biljet met daarop Magic en nog steeds CNM 847 achteraan. Daar is niks aan veranderd. Nee, daarom. Nee, mensen denken, ja, toen hij de doek pakte, toen deed hij het. Ja, toen leek hij een klein beetje over het tientje heen. Ja. Dat klopt wel. Wij rollen dit biljet. Je let er goed op. Wij rollen dit bankbiljet op. Heb jij toevallig een bankpasje? Nee. Zet heel slecht. Ik vind het goed. Dit bankbiljet rollen op tot een klein kokertje. Ja. En dan gaat hier zo in de doek zo. Ja. Mag jij de doek even vasthouden aan de bovenkant? Oké. Check even of onderaan het biljet nog in zit. Voel eventjes heel goed. Ja? Ja, klopt. Ik heb hier namelijk een klein zakje. Dat zakje ga ik even pakken. Dan ligt hij namelijk al de hele tijd klaar. Okay, je moet het gewoon de doek zo omhoog houden. Ja. Ja. Het is een zakje voor de duidelijkheid, is helemaal dicht. Well, closed. Oké. Okay. Let op. Chic zakje. Ja, vakantie geweest. Ik heb alles afgezocht. Let op. Weet je wat? Pak zelf nog maar één punt uit. Ja. Even zo. En laat het dan de rest gewoon openvallen. Ik zal een handen hebben. Oké. Ja, doe maar. Het biljet is compleet verdwenen. Is geen dubbele... Nee, is geen dubbele doek. Nee. Ik weet het maar nooit, die ruim. Oké, maar waar is hij nou naartoe? Nou, hier ligt een zakje. Ja, okay. Nou, gezien. Fancy zakje. Er zit een... Ik maak raak niet eens aan. Kijk even, er zit een touwtje aan. Kun je even losmaken, de knoopjes, de 2 knoopjes in. Wat voor dikkie. Nou, ja. Kijk. Los. En in dat zakje, daar zit namelijk nog een plastic zakje, zie je? Plastic zakje, maar daarin iets ingewikkeld in het. In de zilverfolie gedraaid. Of aardappel. Ik zal het even openmaken voor je, zo. Ja. Oké. Okay.
uithalen op deze manier. Ja. Zo, helemaal. Ik ben super benieuwd nou. Ik ook. Dit is namelijk een in aluminiumfolie, zilverfolie gedraaide. Weet ik niet wat het is. Ah, dat. Dat gaan we. Ik pak even een dimlat erbij. Sorry dat ik het buiten beeld ging, maar dat was even. Want hierin. Het is een beetje sappig ook, merk ik. Een citroen. Een beetje een citroen kijken. Echt, hè? Een citroen. Ik ga met mijn lege hand. Ik voel hem al aankomen hier. Een mesje. Zie. We gaan die citroen. Ja. Doorsnijden. Het zal toch niet, hè? Nou, daar zou het minstens zo verbaasd zijn. En als je de citroen openmaakt, zit daarin. Ja. Kijk eens. Een biljet. Ik raak het 10 verder. Euro. 10 euro. En zal ik het pakken? Ik heb toch vieze handen? Ja. 10 euro. Ja. Oké, okay. Nou, het serienummer ligt hier, dus ik ben. Biljet vouwen open. Zie ja, ja. Magic. Magic. Ja, nee, dat is klopt. Met het serienummer EA 276-111-0847. Dit is. Ik ga zo meteen even een paar seconden weg, even mijn handen wassen, omdat ik ga zo meteen. Oh, ligt een doekje, wacht even. Oh. Uit de manier lekker ruiken de vingers. Drie weken lang geoefend. Citroen. Dit is de Platinum Bill and Lemon. Van Dominique. Het is een dingetje wat je wel goed moet oefenen. Dat zeg ik omdat ik, wij doen hem nu eigenlijk voor het eerst. Mm-hmm. En ik merk waarop je moet oefenen. voor deze update denk ik dat het genoeg is zo, maar het kan beter. Platinum Bill & Lemon ontvang je compleet met alles wat je nodig hebt. Je hebt hier te maken met een hele nieuwe gimmick. Hele goed gemaakte mechanische gimmick. Mm-hmm. Normaal gesproken haal je het zakje uit je binnenzak. En dan zit de geleende halve speelkaart, want die kan er ook in. Of een biljet zit al geladen in de citroen. Dus je kunt een biljet lenen en laden in een citroen. Of in een, kan ook in een andere kleine vrucht zijn. Mm-hmm. Die in een zakje zit en nog in een zakje. Met elastieke erom, met aluminiumfolie nummer op. Je kunt het gewoon bij je dragen. Je kunt het gewoon bij je dragen, totdat je het nodig hebt. Super goed gemaakt, echt super goed gemaakt. We hebben een exclusief voor Nederland. Voor de prijs van 149 euro. Je ontvangt alles wat je nodig hebt, behalve de citroen, een mesje en een bangbiljet. inclusief uitgebreide online video instructies. Yes. Dus dat is de Platinum Bill in Lemon. Gaaf dingetje. Heel cool. Voor heel cool. Stand-up performances. Close-up kan ook, maar. En het is echt een klassiek effect. Ja, het ruikt hier heel schoon. Lekker fris. Nou, citroen. Oké. Oké. Oké, dan met deze. Nou. Het is niet nieuw. Zeker niet nieuw. Maar we waren zelf verbaasd. Ik was met name verbaasd. Dat ik dit blijkbaar niet eerder heb laten zien in een update. Mark zei: ja, moet je deze laten zien? Zeg. Al lang laten zien. Ja, maar dat was dus niet. Ja. Niet dus. Heel vreemd. Nou, is... we hebben hier laatst namelijk elkaar besteld. En toen kregen we ze hier binnen. En toen kwamen we erachter dat die kaarten niet bedrukt waren. Gewoon allemaal blank. Ja, niet heel slim eigenlijk. Alle zijden. Ja. En ja. Wat doe je nou met van die blanke kaart? Ik bedoel, je kan het denk een keer kopiëren, maar daar kom je niet veel verder mee. Het leuke is, kun je een keer met je hand eroverheen zwaaien als je wil. En dat is eigenlijk alles. Want als je nou het stokkaart een keer kopieert, kijk dan, komt de eerste kaart tevoorschijn. Ja, hou je hand een beetje naar midden en dan zit er zeker bij de camera. Ja, oké. Okay. Ja, en dan okay. Is de rest nog steeds allemaal blank, hè? Behalve die achterkant, die kaart. Die wordt ook gedrukt. Oh. Zwaai nog eens eroverheen. Kijk, want dan kun je weer een keer kopiëren en dan komt het de volgende kaart tevoorschijn. Oh. En als ik dan een keer eroverheen zwaai, kijk, dan wordt zelfs elke kaart bedrukt. En niet alleen de voorkant, maar ook de achterkant. En niet van één, nee, van allemaal.
Tot je dus het pakje weer terug een keer coupeert. Je draait hem een keer om. Je zwaait hem een keer overheen. Heel goed, heel goed. Dan coupeer je weer. En dan wordt heel de stok kaarten weer helemaal wit. En kun je patroon terugsturen naar de fabriek. Wat? Huh? Ja, ik begrijp het zelf. Ik ben goochelaar gewoon om te weten hoe ik dit doe. Dus je kan ook bijvoorbeeld... Jij buiten had ook weer de kaart bedrukt. Ja. Dus maar kan het ook bijvoorbeeld als ik zeg bijvoorbeeld een, ik wil een ruiter 4. Kan dat ook? Ja, right. Dus als ik nu ga kijken, heb ik ook echt... Wat? En als je nu buiten dus is het weer ook... Ja, dan... Ja, daar. Oké. Okay. Nou, bekijk maar. Ja. Oké. Okay. Dit is heel raar. En het heet? Het Mental Photography Deck. Ja, zoals gezegd, we hebben het al heel lang. 18 jaar verkoop het al. Daarom. En het is een zeer, zeer, zeer veel verkopend effect. Waarom? Omdat het super sterk is. Ja. Je kan er goed verhalen vastknopen. Deze kaarten zijn er niet bedrukt. Je kan ze zelf bedrukken. Je kan laten doen als er een foutje is. Ik zeg altijd, Ik vind het echt helemaal blank. Aan alle twee kanten helemaal blank. Ja. Dan krijg je in één keer een oase aan kleuren en kaarten. En wat? En dan denk je, wel. Dan zal de achterkant wel wit zijn. En bam, die zijn ook weer allemaal rood. En dat is boom, boom, boom. En dan weer terug weer af. Dus heel cool effect. Ook als we het in de winkel laten zien... Bijna altijd verkocht. Ja. Zodat zien is het verkocht. Ja, precies. Als mensen het geld ervoor over hebben. Ja, nee, zo is het. Zo is het. Maar, ja. En ik, kwam jullie laten zien. Dus het Mental Photography Deck kost €17,50. Inclusief online Nederlandstalige video-instructie. Ja. Verkrijgbaar in rood en in blauw. Dus je kan ook nog kiezen. Yes. Net voor mijn vakantie kregen wij binnen dit boek. Een supersized boek, vandaar ook de titel, ik zal je laten zien. Het is echt een vette pil, zeg maar. Ja, ja. Maar heel cool. Ik weet niet of je het boek Seriously Silly van David Kay, oftewel Silly Billy kent. Nou, dit is de opvolger. Supersized Silly. Overigens, het vorige boek is niet meer verkrijgbaar. Ja, een must have voor elke... Als jij kindergoochelaar bent en je wil informatie, lessen... tips en routines, dan moet je dit boek bezitten. Nou, ik kan er doorheen bladeren, het doet natuurlijk niet heel veel. Maar het staat echt boordevol. Bijna 400 pagina's vol. 152 routines, 150 tips. Nou, je hebt routines, ik zal laten zien, de achterkant staat ook waarschijnlijk op de namen. Ja, routines van Mike Bent, Terry Herbert... David Williamson, Michael Finney, Max Maven, noem maar op. Ze zijn niet de minste, er gaan er meer namen op hoor, maar er zijn er maar een aantal. Als je ooit de Genie magazine gelezen hebt, jaar geleden had hij ook een column in, waarin hij altijd over kindergoochelen vertelde. Nou, dit is, vind ik samen met Terry Herbert, een van de weinige mensen die enorm kundig is op het gebied van kindergoochelen. Als je dingen wil weten of de routines nodig hebt, dit zijn de mensen waarvan je het eigenlijk moet leren. Er zijn gewoon de professionals op dat gebied. Het is super waardevol, er staat super veel in. Ja, ja. Eén keer dit boek kopen, is de rest van je leven plezier. Ja. Van één boek. Zo is het. Er zitten zo boordevol aan waardevolle informatie. Ja. En dat heb ik nog niet eens gelezen, maar. Ja. Mee eens. Het boek kost ongeveer 20 cent per pagina. Ben ik niet aan het rekenen. Valt eigenlijk wel mee. Ja, dat valt op zich wel mee. 400 pagina's aan beneden kost €79. Maar inderdaad, als je het nu gaat tellen, 20 cent per pagina. Als je deelt door 150 routines, 50 cent voor een routine nog niet eens. Ja, dan is eigenlijk niks, is belangrijk. Dan is niks. Maar het is ook echt wel, het is wel echt een vet boek. Dus als je kindergoochelaar bent, of het wil worden, of er interesse in hebt, of je bibliotheek wil uitbreiden. Of een kast hebt die scheef staat en die een centimeter of 4 hoger gezet moet worden. Dit is wat je nodig hebt. Super Size Billy. Silly. Super Size Silly van Silly Billy. Oftewel David K. Yes. Oké. Nou, iets wat we ook binnen hebben gekregen is Blackbird. Blackbird is de... Ja.
om hetzelfde woord nog maar een keer te gebruiken, must-have gimmick voor elke coin, munt, performer, goochelaar, manipulator. Ja. Omdat ze ook in zijn eigen demofilmpje laten zien wat het is, doen wij dat hier vandaag ook. Meestal krijg je de gimmick waarmee je het geheim kunt doen, eigenlijk nooit te zien. Ja. Maar hierbij is het iets anders. Ja. Plus het feit dat wij niet gekleed zijn om deze te gebruiken. Want... En de situatie hier niet naar is. Ze zouden moeten creëren, maar dat zou... Ja, vreemd is niet een goede woord. Dit is beter. Ja, je moet wel lange mouwen aan. Of in ieder geval drie kwart mouwen. Ja, ja. Kijk, je hebt... voorheen had je... Chase Scott Barry. Ja. Ja, die is er nog steeds, zeg maar. Die had een set, een top-it set. Want daar zaten ook coinholders bij. Mm-hmm. Coindroppers. Ja. En dat was eigenlijk iets wat hierop leek. Mm-hmm. Zij het mm-hmm. dat deze stapje verder gaan. Ja, deze kun je om je arm doen. Dus mits je wisselt van jasje, dan... heb je nog steeds dezelfde plek waar je altijd die munten vandaan kan halen. Ja. Je krijgt eigenlijk twee van deze speciaal gemaakte coin holders. Met banden voor op de arm, zie ik. Met banden voor op de arm. Dan zit aan deze achterkant zit er klittenband op. Dus in principe komt je munt... Komt je munt hier op te zitten. Nou, dit palletje wat je hier ziet is gemaakt om naar beneden... En als je dan je munt pakt, nou, je moet even zien... Normaal gaat hij in je mouw, hè? En dan hangt hij, dan valt hij in je mouw, terwijl je hem hier zo pakt. Als je dan met je hand eens naar beneden gaat, boem, wordt hij in principe in je hand gelegd. Ja. Zonder dat mensen weten dat er al iets is gebeurd. Ja. Nou, je hebt dus aan alle twee die kanten, kun je zo'n ding zetten. Dus alle twee, je hebt lege handen, hij zit gelokt. Ja. Dus het ding zit erin en hij zit naar boven. Dan zit hij een beetje kan nu echt... Ja, hij zit vast op de mat. Hij zit vast op de mat, ja. Je kan er echt ook niet uitvallen. Nee. Precies. Okay. Dus je kan... als hier dat ding zit en aan de andere kant, laat je Leon zien. Je duwt je mouw nog een beetje omhoog. Klik. Klik. En ze zijn alle twee ontkoppeld. Ja. Terwijl, en dan kun je beginnen. Dus ja. Bam, en je kunt de munten produceren. Ja. Instantly. Ja. Het is een plastic stevig, ik denk dat het zo'n 3D of geprint is of ik weet niet precies hoe ze het gemaakt hebben, maar het ziet er heel degelijk uit. Mm-hmm. En, je hebt echt ook een left and right hier op staan, left and right-handed gimmicks, eigenlijk wel, ook natuurlijk met de hoek te maken waarop het kantelt. Ja, precies. Ja, het is gaaf. Kijk, je kunt natuurlijk een munt van tevoren in je mouw gooien, maar... Je kunt dan je arm niet meer bewegen, want je arm omlaag betekent munt eruit. Ja. Dat is het. Mm-hmm. En hiermee kun je een hele act doen van tevoren, 20 acts doen. En pas op jij, als jij dat wil, en je hoeft die mouw niet per se op te lopen, al druk je op je mouw of wat dan ook, mm-hmm. dan pas gaat de munt je mouw in. Nou, laat ik zo zeggen, dan wordt die ontkoppeld. Ja. Je moet je hand optillen, wil je een mouw krijgen. Mm-hmm. En als je hand laat zakken, dan komt die echt in je hand. Dus het is wel heel gaaf. Ja. Het is ook een hele grote hit, ook in Amerika. Je moet er natuurlijk een toepassing voor hebben, maar ik denk dat je hiermee gewoon een aantal andere droppers gewoon kunt elimineren als je dit hebt, denk ik. Nou, het is ook ooit, waar haal je zo snel je munt vandaan? Ja, dat bedoel ik. Als ik bijvoorbeeld van tafel naar tafel en denk, ja, nou is die ene truc met die munt in de glas bijvoorbeeld. Dan, waar je zegt, moet ik eerst naar mijn jaszak of op een andere manier dat muntje doen en dit zit... Klaar. Ja. Zit te wachten. Ja. Te wachten om ontkoppeld te worden. Ja. En dan kun je er meteen in. En als je de hele dag niet op drukt, dan blijft die de hele dag lekker zitten. Ja, daarom, daar is het. En er zit ook nog een hoop meer informatie bij. Maar ik heb niet de tijd gehad om alles helemaal te bekijken. Mm. Dus. Routines en zo zitten erbij, als het goed is. Ja, of via de online video. Kijk ook eventjes, misschien dat we ook een stukje kunnen zien. En anders kun je nog eventjes. Het hele video kijken, want er wordt door Blackbird zelf al heel veel informatie gegeven over hoe je het zou kunnen gebruiken. Dus, Goed gemaakt. Ja. Goed gemaakt. Mooie verpakking, maar dat is tegenwoordig sowieso iets wat... Bray is. Misschien zou dat een barcode stand ook nog opzetten, dat is steeds gekker hier. Oké. Okay. Blackbird kost 79,50. Maar heb je wel... Professioneel spul. Ja, ja.
Dat is waar het om gaat, toch? Oké. Okay. Vind ik. Inderdaad, Blackbird. Dan iets heel anders. Doe even mijn ring af. Waarom? Om plaats te maken. Oké. Okay. Voor een ander effect. Voor een touwtruc. Nou, het is geen touwtruc, maar het is wel eens wat erop lijkt. Het is een mindset, oortelefoontjes. Ja. Dezelfde die we gebruiken bij Decibel, de iFi. Het zijn echt normale oortelefoontjes. Je kunt ze gewoon inpluggen en luisteren naar. Oké. Ik heb ze nu netjes hier net neergelegd. Sommige mensen stoppen dat zo in een zak. En dan heb je het nadeel dat bij mij vroomt die altijd op, inderdaad. Ja, dat heb je wel. Dat ze in de knoop raken. Uh-huh. Sommige mensen draaien om mijn hand, noem maar op. Laatst zag ik iemand die was zo van die kleine lusjes aan het draaien. Ja. Ik zeg, hoe zie je het voor je? Ja, zegt hij, dan doe ik daar mijn vinger door en dan haal ik dat erheen. Ik zeg, hoe doe je je vinger erdoor? Ja, gewoon om je vinger. En dan kun je dat dan verder opdraaien en noem maar op. En dan, ik zeg, tuurlijk. Ik zeg, wat nou als je dan toch om je vinger hebt zitten, dat je er iets bijzonders mee doet? Dat bijvoorbeeld precies. Die kabeltjes vastpakt, zeg maar, zo. Mm-hmm. En dan langzaam door je vinger heen trekt naar een andere vinger. Dat vind ik op zich spectaculair, zie je? Dan trek je het zeg maar van je wijsvinger naar je middelvinger. Dat kan wel zien. Je zit er trouwens echt omheen. Ik zal het hele bundeltje er even afhalen. Zit er echt omheen. Dat je niet denkt van, hey, faked. Ik zal het even om de andere vinger ook zetten nog. Dat kan, het zijn allemaal losse kabeltjes, een beetje lastig. Zo. Om de ringvinger. Ja. En van de ringvinger gaan we dat hele setje verplaatsen naar de pink. Zie je? Oeh, dat was cool. Dat is cool, hè? En het mooie is, op het einde kun je het allemaal afhalen. Mensen mogen alles gewoon checken. Dus het is gewoon een hele clean set met allemaal normale oortelefoontjes. Maar. Dit is Wired van Danny Weiser. Nou, ook dit moet je even goed oefenen. Ik heb het een paar keer geoefend. Ik kan het natuurlijk veel beter nog, maar dit is het basisidee. Kan gedaan worden met geleende oortelefoontjes. Is het moeilijk? Nee. Is het hoekgevoelig? Ja. En ik weet eigenlijk niet of je het zo ook zou kunnen doen. Even denken. Ik zou nog iets meer tegen mijn buik halen. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Maar echt hoek. Mensen achter je is een no-go. Nee. Dus je hebt wel. Dat is het enige wat er als restrictie is. Voor de rest is het super visueel ding. Ik denk ook voor televisie Magic is heel goed. Ja. Je kan de oortelefoontjes van je voren zo om je nek hebben hangen als je dat wil. Ben je ook al klaar, je handen leeg laten zien. Je pakt je oortelefoontjes, maakt de lusjes en doet de hele truc. Ja. Je krijgt geen oortelefoontjes, want ze zijn willekeurig, zolang ze maar wit zijn. Oké. Okay. En je krijgt eigenlijk een geheime gimmick. Goed gemaakt. Eenvoudig, maar goed gemaakt. Samen met online instructie. Een link voor een online instructievideo. Wired kost €39. Ja, dat is een leuk dingetje. Zeker een aanrader. Street Magic-achtig. Ja. Hey, dan zagen we van de week dat Peter Egging had een Merlin Award gekregen. Ja, klopt. Peter, gefeliciteerd als je dit ziet. Speciaal. En hij verdient ook. Ja, hij is ook. Zeker. En daar zag ik hem ook iets doen met een kleine stift. Zo, je zegt, zet even die naam erop en het werd in één keer een hele grote stift. Ja, zij schoot ervan. Zij zei, hij is echt snel. Ja. Dus dat gaf al een hele leuke reactie. Ja. En waren het niet... Let op! Dat wij deze truc hier te koop hebben. Ja, Sharpie met EE. We zullen hieronder ook even een klein stukje afspelen van hoe het eruit ziet. We kunnen hem hier niet laten zien. Waarom niet? Omdat we daar niet op voorbereid zijn. En dan bedoel ik je hebt hiervoor in het gunstige van een jasje nodig, moet je dragen. Ja, het zou eventueel staand kunnen hoor. Misschien. Ja, het kan. Maar dan het kan. Ziet het er niet zo goed uit, denk ik. Nee, daarom. Ja, ik snap wat je bedoelt. Daar had ik ook over nagedacht. Het is een grote Sharpie stift. En het coole is, je kunt hierin, want deze schrijft op zich niet, je kunt hier voorwerpen laten verschijnen, maar je kan ook, heb je die Sharpie nog liggen daar? Die zwarte Sharpie? Ah, hier. Nee. Deze die we straks gebruikt hadden. Ja, je kan zelfs een echte Sharpie hierin plaatsen, zie je. Kijk eens. En dan schrijft die ook nog als een, echt, kun je wel echt schrijven, zeg maar. Een soort cartridge wordt die Sharpie eigenlijk. Juist. Dus het idee is dat hij van een kleine naar een grote stift gaat. Je kunt er dingen in laten verschijnen. Dus je kunt bijvoorbeeld een verdwenen bangbiljet. Dat ook kunnen. En laten verschijnen ook nog. Want de dop is namelijk zo gemaakt dat daar een bekend hulpmiddel in past. Ja, dus build to marker cap is
appeltje eitje. Ja. Ja, hier ook stift met kleine sharpie, zag je al, erbij. Dus die is de kleinste verandert in de grote. Inclusief online video-instructies. Van Peter himself. Voor de prijs. Van 35 euro. 35 euro. Nou, leuk ding ook. Sharpie. Sharpie. Nou, het wordt minder hier. Ja, ik heb hier nog. Ja, ik wil jullie iets laten zien, want u is altijd helemaal zuinig op kaarten. Ja. En alles wat ermee te maken heeft. Ja. Dus dan mag je die kaarten ook wel behandelen alsof het. Een doosje hebben. Ja. Alsof ze iets betekenen hebben. Nee, het zijn hele mooie kaartguards, zoals ze dat dan noemen. Het is eigenlijk een kaartenklem in Nederland. Ja, ja, dat noemen wij. Als je op de site zou zoeken, is kaart, spatie, klem. Dan vind je alle soorten. We hebben namelijk nog veel meer. Ik denk een stuk of 10 of zo verschillende. Mm-hmm. Met een schitterend zakje erbij. Ja. Ja, je klemt er gewoon in. Ja, hier heb je. Super, ja, hier. Je hebt al. Ja, je hoeft ze niet eens per se dan in het. Ja, deze wel, denk ik. In het doosje te doen. Ik denk het wel. Want dit zit nu vast. Maar ik denk als je uit het doosje haalt, dat deze te los zitten. Ja. Alhoewel ik niet weet dat dit een compleet spel is wat erin zit. Want het zou als kunnen naar elkaar hebben laten zien hier niet meer inzetten. Ja, ja. Dus maar een zilveren, een gouden. Ja. Heb ik ook nog en het is echt. Nee, we hebben deze hebben alleen deze kleur. Maar dit is echt 24 karaat verguld. Dus niet gewoon goud gespoten, zeg maar. Oké. Okay. En dat is. Dit is echt verzilverd. 925 sterling zilver. Nee, joh. Plated. Ja, echt. Daarom zijn ze ook iets duurder als normaal. Dit is echt luxe. Nou, dat is wel een als toe. Ja, ja, ja. Daarom is de prijs ook iets hoger dan de gemiddelde kaartklem, maar ik vind dit ook wel, als je dit pakt, het is wel super classy. Toch? Zeker, maar je weet dat het even verguld is. Dat is het. Dat is het. Ik bedoel, ik hou ook goed spek je op back, zou ik mijn idee. Quanta costa? Quanta costa, 39 als ik me niet vergis. Ja, per stuk. 39 per stuk. Maar jij hebt je gouden zilver pakt, ze kosten 39 euro. Ja, mooi, we gaan ze heel zeker. Stel voor. Crash op zou komen. Ja. Gemaakt in Europa, dus geen Chinese rommel. Ook. Niet dat China alleen maar rommel maakt hoor, maar. Dus Europees product. Dan. Denk ik dat ik een voorspelling ga maken. Ja, dat ga ik doen. Dit is een voorspelling. Nou, kaart zit goed in het doosje. Gek op voorspellingen. Echt? Uh-huh. Oké. Okay. Ik denk dat jij zo meteen deze kaart gaat kiezen. Van duidelijkheid zijn allemaal. Ja, dat is een rommelspelletje, maar goed. Alle spellen in de winkel zijn een beetje gebruikt, zeg maar. Dat soort dingen. Zo. Ja. Voorkomen dat ik die voorspelling kan switchen, doe ik hem even tussen het cellofaan hier. Zo. Ja. Van het doosje. Die kan switchen. Ik leg hem hier neer. Ik krijg het verder niet meer aan. Oké. Okay. Ik pak een ander spel, extra ander kleurtje, zodat we niet door de war komen. Ja. Al verschillende kaarten. Jij mag zelf ergens één kaart uit het spel. Oh. Hier is niks aan. Ja, ik wil ik er eentje pakken. Ik wil eentje uitschrijven. Zeker? Of wil je een andere? Nou, deze. Echt? Ja. Oké. Okay. Lukt dat nog? De gekozen kaart is. Oké, okay, check het zelf even. Ik heb het niet eens gezien, anders denk je dat ik weer doe. Oké. Okay. Welke kaart had jij gekozen? De schoppering. Dat is niet de bedoeling eigenlijk, want ik had het eigenlijk. Nou, hij zat toch nog dicht in de buurt. Ik vind het op zich nog vrij knap. Ja, dan. Oh, dank je. Nou, dat ik niet meer anders in de buurt zit. Dus eigenlijk zit ik er nu eentje langs eigenlijk. Ja. Dus moeten we iets fixen. Dat we eigenlijk die kaart een beetje aanpassen, toch? Dat is meer het idee, hè? Dat we hem eigenlijk een beetje aanpassen, zeg maar. Dat we er een schoppen bij maken, toch? Dat is meer het idee, hè? Dat deze weer zoiets, toch? Dat ja, dat is het idee, dan doe je eigenlijk dit en dan heb je eigenlijk een... Nou ja, laten we het schoppen. Nou, even boven de mat kunnen laten zien. Oh, ja, ja, ja. Dan heb je toch een schoppen 3. Dat is niet officieel niet, maar ik vind hem wel goed genoeg als schoppen 3, toch? Is het echt vast, hè? Ja, nee, dat zit er helemaal in.
Dit is... Als we het toch over Peter Eggink hebben. Mutation. Mutation van Peter Eggink. Je kan op verschillende manieren doen. Peter heeft het over een meet zoeken. Of een meetvoorspelling. Dat is dat hij... noem eens klaver 3 laat kiezen. En dan... Nee. Ik vind het persoonlijk mooier als je echt een voorspelling maakt die niet matcht. Logischer. Want ja. Okay. Ik denk dat een gewoon publiek niet zo die logica heeft van mates en paren en rooglas okay. Wel, maar weet ik niet hoor. Maar, ja, okay. Ja, het is een hele coole manier om een kaart visueel te veranderen. Ja, goed het gemaakt. Echt super dik uit. Ja. Ik spiek even in de verpakking. Peter had deze gimmick voor ons al kant en klaar gemaakt. En je krijgt. Het ding kant en klaar. Oké, dat wil ik even weten. Dat is op zich goed om te doen. Ja, normaal moeten we zelf iets maken, maar Peter had voor ons al eentje gemaakt. Dus daarom hebben we nog niet de verpakking opengemaakt. Hij is kant en klaar. Ja, het doosje zit er ook bij en als we moeten even in elkaar plakken. Oké. Okay. Omdat hij platgevouwen is. Mutation kost €35. Ontvang je ook met een online instructievideo. Is hij moeilijk? Nee, is ook niet moeilijk. En ik denk dat het ook al visueel heel sterk is. Ja, ik denk ook denk, als ik nu weer denk Street Magic, Televisie Magic. Mooi hoor. Ja. Lijkt me daar heel, heel goed voor. Echt wel. Dit bergen wij even op. Ja. Want wij hebben namelijk, laatst zag ik op YouTube, want ik zit niet op YouTube. Ja, dat is op YouTube, maar ik denk dat via Facebook kwam, laat ik het zo zeggen. Kwam ik op een filmpje van Mardi Gilbert. Ja. En Mardi Gilbert, dat, die was bij Penn & Teller Fulas. Ja, en die deed daar een act met kaarten, maar die beste man heeft geen handen, sterker ook geen onderarmen. Mm-hmm. En die deed een heel act met kaarten. Schudden en delen en nou, ik was verbluft. Ja. Zij het niet dat Mahdi ons een mail stuurde en zei, ik ga een lezing doen. Zou hij die zelf... Ja, dank u wel. Ik wil lezingen doen in Nederland. Willen jullie een lezing van mij? Ik zei, nou, dat is toch wel vet cool. Tuurlijk willen we dat. Dus 16 september. 16. Dat is een, uit mijn hoofd nu een vrijdagavond. Ja, dat is nu 2 september. Komt Mahdi Gilbert naar onze winkel voor een lezing. Hij laat er onder andere ook trucs zien natuurlijk ook. Maar ook hoe je kunt bereiken wat je wil. Ondanks bijvoorbeeld je beperkingen of wat dan ook. Hoe je gewoon je doel kunt bereiken. Niet dat je het op moet geven. Dus het is een, denk ik, behalve truc technisch ook een hele psychologisch goede lezing. Ja. Voor je eigen denkmethode. Verrijking, ja, precies. Ja, ja, ja. Want dus, hij, kort gezegd. Wordt hij goochelaar, kaartgoochelaar zonder handen? Ik bedoel, ja. Ik zou niet eens aan, ik zou, als ik mijn hand zou verliezen, zou ik zeggen: goochelen, het was leuk, ja. Het is klaar. Maar het is echt een beetje meer van: alles is mogelijk. Ja. Weet je wel? Het is meer om de. Ja, het is nou al een mooi verhaal. Ja, daarom. Is ook. Check even op YouTube. Ik zal de link beneden het filmpje zetten, moet je even niet uitklappen. Zie je ook de link staan naar de YouTube-video van Fulas. Ja, dus als je zelf zeg maar, het niveau geeft van iemand die niks kan eigenlijk. En toch vette dingen wil doen. Dan heb je 2 linkerhanden. Ja. Maar die heeft helemaal geen handen. Dus dan is echt dit een uitgesproken lezing waar je bij zou moeten zijn. Ja. 16 september. Dus... Kaart reserveren kan via de website. Overigens, we hebben 4 lezingen nog de komende maanden. We hebben Mahdi Gilbert, Nathan Kranzo, hebben 19 oktober. Dan hebben we 3 november Diamond Jim Tyler, die is erbij gekomen. Ook heel goed hoor. Ja, heel goed. En Luca Volpe op 19 november. Dus er zijn 4 lezingen, ook allemaal gevarieerd ook nog. Ja, maar allemaal interessant. Er zit niks tussen, en dat is niet omdat het bij lezing organiseren waarvan ik zelf zeg, nou, ja, dat is echt een lezing dat ik zeg, nou, meer voor de opvulling. We hebben hem, maar ja, voor de opvulling. Nee, het zijn allemaal dingen waarvan ik zelf ook interessant vind wat er qua stof in zit. En ik denk, de mensen die komen ook. Dan als allerlaatste. Ja, jongens. Want het is vakantie. En vakantie kost geld, dat is zo. Simpel. Iedereen maakt geld uit tijdens vakantie. Zwembad, ijskoos, bioscoop. Dat is het. Ja, terras. Ja. Het leven. Ja, precies. En daarom weten we dat voor iedereen is het duur. Dus toen dachten wij, weet je wat? Wij gaan er een aanbieding in gooien. Wij gaan even stunten. 2 dagen lang. Klapper. Ja, mega korting. 2 dagen lang gaan we even stunten. Stunten. Wat is namelijk de stunt? Ja. Op zaterdag 3 en zondag 4 september.
krijg jij als jij of in de winkel komt, dat kan, ja. Tenminste op zaterdag dan, en jij vermeldt heel subtiel de geheime code, ja. Of je gaat via de website en je vult tijdens het uitchecken bij het vakje actiecode ook die speciale code in, ja. Dan krijg je korting. Korting? Ja. Dat is goed. Korting is altijd goed. Als jij namelijk het woord megakorting invult, is één woord, megakorting. Mega, je beeld ook megakorting, ja. Of je zegt dat subtiel in de winkel, dus niet, hey, megakorting! Ja, ik wil betalen, maar ik krijg 20% korting, hè? Subtiel hebben we het over. Ja, ja, ja. Hè? Dan zetten we die winkel uit, dan ga je er gewoon keurig vertrekken. Stop je in de verdwijnkist. Zoiets. Dan krijg jij maar liefst 20% korting op je bestelling. Ik zal het nog een keer herhalen. Ja, ja. 20% korting. 20% korting, dat is veel jongens. Dat is 1/5 van de prijs. Ja. Ik bedoel, koop een Platinum Bill & Lemon. Die gaat van 150 naar 120 euro. Bam, hoppa. Decibel, hetzelfde verhaal. 150 naar 120 euro, bam. Ja, dat is serieus. Dat is vet. Dat is serieus het gaat kort echt nog. Op nagenoeg alle items. Waarom zeg ik nagenoeg? Omdat net als entreekaartje voor lezingen. Spider producten, dus decors en tafels, mogen wij geen korting opgeven. Dat heeft vanuit de leverancier. En er zijn er een paar uitzonderingen, maar er zijn misschien, behalve Spider, misschien 3 of 4 trucs in totaal op ons hele assortiment. Ja. Dus ook als jij zegt, ik zie hier de illusie staan, ja, maar ik wil die omhoog zweven aan 2 palen, 20% korting. Ja. Nou, ding kost 4800 euro, dacht ik. Mm-hmm. Reken uit je wenst. Ja, dat is 1000 euro vanaf. Serieus sparen. Een serieuze korting. Maar, als je al een lijstje had, ja. Met dingetjes die we al dan. Bam, nu dus dit weekend. Ik, nu dit ja. Weekend doen, ja. Ja. En het is ook niet zo van, hé, hey, ik zag vorige week was die dingen en had ik geen geld, kan ik dat nou nog doen? Nee. Het is morgen en zondag. Ja, we zijn er streng in. Ja, we zijn er streng in. En anders niet meer. Ja. Betaling ook, morgen en zondag. Het is niet omdat we geld nodig hebben, dat heeft er niks mee te maken. Maar we zijn wel de regels die we hebben. Dus je order moet ook betaald zijn in die 2 dagen. Dus het is niet zo dat je zegt... Je kunt die vast reserveren, dan kom ik over 3 maanden, dan kom ik wel die oude prijs. Dat is wat ik bedoel. Of ja, dat is wat ik bedoel. Ja. Of ik kom over 2 weken langs. Nee. Het is gewoon... Vandaag next. En morgen. Of ja, morgen of ja, zaterdag en zondag. 3 en 4 september. Ja, ja. Het kan daardoor zijn dat dat dingen wel opraken. Laat ik dat er even bij zeggen. Het kan zijn dat we... Aan maar de, in principe, moeten... ja, als het, op de, als het uit is, dan zetten we ook uit op de site. Ja, dus, op maar... Ja, goed. Op zondag doen wij eigenlijk niks. Nee. Ik hou ook in. En ik ben zondag niet, maar. Ik ook niet. Nee, daarom. Maar we houden het in de gaten. Dus 20% korting zaterdag. 20% korting. Zondag. Ik denk dat we genoeg gekletst hebben. Veel te veel informatie. Ja. Toch? Daar was hij weer. 46, jongens. Update. Op naar kerst. Nou, dat zeg ik nu. En binnenkort zitten we hier. Op naar kerst. En we moesten lachen. Nu is het kerst. Ja, zo snel gaat het wel. Ja, nu zeg. Nou, kogels er weer. En tot ziens. Tot de volgende keer. Doei. Hoi.